in de psychologie zitten we met een probleem wat al een tijdje bekend is. En dat wordt de replicatiecrisis genoemd. En dat heet zo omdat er is gebleken dat een heleboel bewezen effecten eigenlijk niet meer gevonden worden als mensen het onderzoek opnieuw doen. En dat is een probleem, want dat werpt vraagtekens op hoe betrouwbaar de psychologische resultaten zijn. Een van de mogelijke oorzaken is dat alleen maar succesverhalen in de literatuur verschijnen. Dus als er geen effect wordt gevonden in een studie, verdwijnt die studie ergens in een la. Een andere mogelijke verklaring is dat je in de psychologie een heleboel verschillende manieren hebt om je data te analyseren. En dat je uit al die analyses de mogelijkheid hebt om te kiezen welke analyse voor jou het beste verhaal schetst. En dat gaat ook heel vaak onbewust, dat is heel menselijk. Het probleem is alleen dat als je dat doet, er een veel te rooskleurig beeld ontstaat. En daardoor worden studies, als we het herhalen, vind je niet meer opnieuw die resultaten, omdat die resultaten het gevolg waren van een lang, kronkelig pad door je analyse heen. Een van de oplossingen die daarvoor bedacht zijn, is het delen van data. Als we het delen van data verplicht stellen, of in ieder geval als data gedeeld worden, dan hebben we de kans om analyses opnieuw te draaien. Als we precies dezelfde analyse opnieuw draaien, kunnen we kijken of er niet fouten zijn gemaakt bijvoorbeeld. Je hebt ook de kans om een andere analyse te draaien. Dus om te kijken, wat gebeurt er nou met de resultaten als ik andere keuzes maak in mijn analyse? Blijft het resultaat dan overeind staan of hing alles op één covariaat die je op een obscure manier erin hebt weten te fietsen? Op die manier kunnen we veel beter testen wat de robuustheid van resultaten is. Tilburg University biedt Dataverse aan. Dat is een data repository waarin onderzoekers na afloop van hun onderzoek hun data en alle bijbehorende gegevens zoals vragenlijsten en syntaxes kunnen opslaan, zodat het voor de toekomst veilig opgeslagen is. En het mooie is dat Tilburg University onlangs de eerste universiteit in Nederland is geworden die hiervoor het Data Seal of Approval heeft behaald. Tegenwoordig heet het de Core Trust Seal. Dat is een internationaal keurmerk wat aangeeft dat het aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet en dat ook alle procedures omtrent het product helemaal op orde zijn. De risico's die vastzitten aan data delen is ten eerste privacy. In de psychologie werken we vaak met persoonlijke gegevens en die kunnen ook sensitief zijn. En die kan je niet zomaar op internet zetten. Zeker met de op handen zijnde wetgeving die hierop van kracht is. Een ander risico aan data delen is misschien niet per se een risico, maar wel een zorg die veel onderzoekers hebben, is dat ze bang zijn dat iemand anders er met hun zorgvuldig verzamelde data vandoor gaat. Dus je kan je voorstellen dat het heel veel tijd kost om data te verzamelen. En soms worden er hele grote datasets verzameld waar een onderzoeker dan één vraag op beantwoordt. Maar er zijn nog wel meer dingen die je met zo'n dataset kan beantwoorden. Als je die data direct ergens online zet, kunnen andere mensen die extra vragen gaan beantwoorden. En ben je eigenlijk gescoopt als het ware. Daar zit nog wel een uitdaging in. Er zijn een aantal oplossingen die daarvoor te bedenken zijn. Bijvoorbeeld dat je een dataset onder embargo ergens publiceert. Dat die eerst nog een aantal jaar voor jou alleen beschikbaar blijft voor extra analyses. Dus uiteindelijk denk ik dat hier ook oplossingen voor te vinden zullen zijn. Dataverse voldoet aan de internationale FAIR-principes. Dat wil zeggen dat de onderzoeksgegevens die erin staan vindbaar zijn voor iedereen in de wereld, dat ze toegankelijk zijn, dat ze gebruikt kunnen worden over verschillende systemen en dat ze ook hergebruikbaar zijn. En het mooie is dat we dat niet alleen garanderen voor de komende 10 jaar, maar zelfs voor een periode van 25 jaar.